Hallo criminele kijkers en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Crimi TV, Sonic the Hedgehog 2. Mijn naam is Haggis en we zijn Robotnik de ruimte ingevolgd. Hier moeten we twee eindbazen achter elkaar verslaan, namelijk Robotnik zelf, maar eerst Silver Sonic. Een replica die Robotnik van ons heeft gemaakt. En nou ja, eens even zien. Hij lijkt gewoon op ons, hij is van zilver, van metaal, hij heeft een smiley op zijn buik zoals je kunt zien. Dikke vette explosies. Ja, dat waren een stel mooie explosies. We moeten hier tegen Robotnik zelf. Hij is vervelend, die malle man. Hij heeft zo'n groot pak en hij moet 12 keer geraakt worden en bijna overal waar je hem kan raken is death. Zoals je ziet, ik wou gewoon tegen zijn buik aanspringen. Death. En raad eens, we moeten eerst Silver Sonic ook nog opnieuw verslaan. Dus, ja, ik knip wel, plak wel gewoon, zodat jullie gewoon het eindbaasgevecht kunnen zien en klaar. Oké, daar ben ik weer. Het is tijd om Robotnik een pak voor zijn broek te geven. We staan aan de achterkant, dat maakt het iets makkelijker. Aan de voorkant, daar heeft hij meer plekken waar hij, niet geraakt kan worden. Hier hebben we iets meer speelruimte. Maar alsnog, we moeten hem 12 keer raken en wij mogen zelf niet geraakt worden. Dus, je wilt hem hier hebben. Naar links stappen, staat hij met zijn kont naar je toe. Kun je hem een 8e keer raken, spring je hier tussendoor, want anders die bommen, die raak je wel. En dan hebben we hem 8 keer en dan... Ja. Oké, daar is die weer. Oké, dat hebben we. We hebben hem nu 10 keer. Ik ga echt voorzichtig zijn. Hij doet zo weer een stapje naar achter. Kan ik hem 2 keer raken? Hebben we hem? Yes! Oh mijn god, dat ging zo makkelijk. Maar het is echt een hele moeilijke eindbaas. Maar als je aan zijn achterkant blijft, zit je vaak wel goed. Maar zorg ervoor dat je niet geraakt wordt. Die bommen, die kunnen je ook raken. Dus dan moet je overheen springen. Anders raken ze je. Ik zweer het je. Verder, ja, dit is het einde. Een paar plaatjes van Tails en wat vriendjes. Die zien zo'n grote explosie in de lucht. Want je moet je voorstellen. Dat hele ruimtestation. Dat blaast op. En als we dat niet hadden gedaan, dan had Robotnik de Death Egg. Lijkt ook wel op de Death Star, maar dan met Robotnik's gezicht erop. De Death Star van Star Wars. Daarmee had hij de hele wereld kunnen vernietigen. Hij gaat hem in deel 3 weer proberen op te bouwen. Maar voor nu is die in ieder geval vernietigd. En Sonic die valt hier tot zijn dood. Maar wie is daar dan? Het is Tails. Tails komt je redden. Als je als Tails speelt, dan zit Sonic in het vliegtuig. Al die vogeltjes komen erbij. Dit is gewoon een mooi happy ending. En je krijgt hier toch warme harten van. Ik wel in ieder geval. Dit is echt een van mijn lievelingsspellen van vroeger. Nu nog steeds. Het is een oud spelletje, maar zo geweldig. Maar dat was het voor deze Let's Play van Sonic the Hedgehog 2. Ik weet niet wat ik als volgende ga spelen, maar ik weet wel dat Sonic 3 met uitbreidingen natuurlijk zit aan te komen. Die kun je ook op Steam krijgen, Sonic 3 en Knuckles heet die dan. En dan heb je alle characters en alle leveltjes. Het zijn twee spellen in één, maar het is ook weer één spel in totaal. Dat ga ik als volgende dan in de Sonic-serie spelen of ik tussendoor nog een ander spelletje ga doen. Ik heb geen idee. Ja. Ik ratel maar door, maar ik heb nu eigenlijk niks meer te zeggen. Ik hoop dat jullie van deze Let's Play genoten hebben. Als jullie iets te zeggen hebben, laat het weten in de comments. Wat kan ik verbeteren? Wat vonden jullie leuk? Wat vonden jullie minder leuk? Willen jullie dat ik voor het volgende spel weer een co-commentator doe? Of is het in mijn eentje prima? Plunder het maar in de comment sectie. Ik lees alles. Zolang ik het nog kan zien. Want ik lees het natuurlijk wel met mijn eigen account. Dus ik krijg geen notificatie van reacties. Maar ik probeer ze allemaal te lezen. En op te reageren ook als ik ze zie. Voor nu bedankt voor het kijken aan iedereen die dit gezien heeft. En tot de volgende keer bij een nieuwe Let's Play van Haggis McHaggis.